En het Hof van Justitie is vanaf vandaag een deurwaarderrijker. Met de beëdiging van Maya Matauli als deurwaarder is een aanvang gemaakt om het tekort bij de rechtszorg weg te werken. Dat meldt het ministerie van Justitie en Politie in een persbericht. Matauli zal als ambtenaar verbonden zijn aan de dienst rechtszorg van het ministerie van Justitie en Politie en anderzijds bij het Hof van Justitie. Tijdens de beëdiging drukten zowel waarnemend president van het Hof van Justitie Iwan Rasul Baks, de procureur-generaal Roy Bainat, als de voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Deurwaarders Gina Halfhuid Matauli op het hart haar werk op integere wijze te doen. De kersverse deurwaarder beloofde haar uiterste best te doen om de verantwoordelijkheid die zij nu op zich heeft genomen naar eer en geweten te dragen.